De Israëlische organisatie South First Responders heeft de beelden van bodycams van doodgeschoten Hamas-strijders in het bezit gekregen, bewerkt of ingekort en vrijgegeven. Dit is een sterk ingekorte versie van een registratie van de aanval op de kibbutz Soufa, vlak bij de Gazastrook. Er zitten geen beelden van het doodschieten van inwoners van de kibbutz in. Wel zien we aan het eind hoe de terrorist zelf wordt doodgeschoten. De beelden laten duidelijk zien hoe een groep Hamas-strijders de kibbutz overvalt en binnentrekt. Daar gaan ze al schietend op zoek naar inwoners van de kibbutz. Woningen worden doorzocht. De terrorist gaat van deur tot deur, van kamer tot kamer. En zo nu en dan schiet hij. Uiteindelijk wordt de Hamas-strijder zelf dodelijk geraakt. Uit de beelden blijkt niet hoe dat gebeurt of door wie.